als je in de belangstelling staat van FC Groningen, wat doe je het goed? Danny Buijs, de coach van Kozakken Boys, vertrekt na dit jaar. Maar zou zomaar eens in de Eredivisie terecht kunnen gaan komen. Moet hij wel de goede reeks voort kunnen zetten tegen De Dijk. Dat een stuk minder draait. Jack Tuyp voorbij zijn directe tegenstander. Wil dan gaan schieten. En in de korte hoek een goede redding van Arends. Daarmee wordt de vroege goal van De Dijk voorkomen door de oud-prof van Volendam. Aan de andere kant Abdoulaye met de vrije trap. Goede redding van Pistoor. En hij heeft nog veel meer reddingen nodig deze middag tegen de nummer 2 van de tweede divisie. Van Nuland. Opnieuw Abdoulaye vanaf de linkerkant, vlak voor rust. Het is Kozakken Boys dat het meeste balbezit heeft en ook de meeste kansen creëert. Maar een doelpunt is nog niet gevallen van Nuland. Mendes Moreira, dit is goed gespeeld. Abdoulaye loopt door, gaat schieten. Pistoor met de redding en de rebound moet er dan nog zijn. Voor wie? Voor Mendes Moreira. En dan is het 0-1 voor Kozakken Boys. Vlak voor rust, een terechte voorsprong. Abdoulaye had hem al kunnen maken, maar het is Mendes Moreira die het uiteindelijk doet. In de tweede helft, Abdoulaye achter de bal voor een vrije trap. Die hoeft Pistoor net niet aan te raken, hij kijkt hem voorbij zijn paal. Sukkelt de wedstrijd een beetje verder, gebeurt er vrij weinig, blijft het 0-1 tot dit moment. 68e minuut. En Verschoor legt daar Mendes Moreira neer. En volgens de scheidsrechter Dreugen is dat doorgebroken speler en dus rood. En een paar minuten later moet de scheidsrechter weer aan de bak. Want het regent momenten van vallende spelers. Hier de overtreding op El Azouti en die krijgt een penalty. Er wordt gekeken naar de derde man en die geeft aan penalty. El Azouti gaat er zelf achter staan. Pistoor redt knap en in de rebound. 0-2. Pech voor Pistoor die een goede wedstrijd keept. Mag gezegd worden. Maar hij ziet hier toch de 0-2 achter zich verdwijnen. En dat is balen. Maar een paar minuten verder, vlak voor rust. Tegen 11 is het lastig opboksen met 10. En dus nog maar een overtreding in het 16 meter gebied. En volgens de scheidsrechter nog een penalty. De tweede van deze middag. Nu is het niet El Azouti, maar Mendes Moreira. En die mag gaan maken zijn tweede van de middag. Het lukt hem uiteindelijk toch. Het is zijn 11e van het seizoen, Mendes Moreira. Maar die Pistoor, wat een pech heeft hij. Weer net niet. Maar voor Kozakken Boys wel. De zoveelste overwinning op rij. Het gaat goed met de nummer 2 van de tweede divisie.